paar dagen geleden werd er mij op school gevraagd als diegene een subreddit kon aanmaken. En natuurlijk staan we open, dus hier is dan een meme show, I think. Subreddit plus Nick. Nick memes. Nou, dat was mijn microfoon. Dat bestaat er nu gewoon. Je hebt Gaan Meme neer, oké, weg ermee. Je hebt Jeremy, oké, weg ermee. Je hebt Jones memes. Milan Knol meme show die ik even vergeten ben uit mijn hoofd. En je hebt natuurlijk Meme Tiger ook. Weg ermee. Weg gone loose. Nooit meer. Je hebt gewoon Nick Memes. En daar blijft het bij. Gewoon Nick Memes. Ga meme neer. Jeremy. En de rest mag rotten onderaan de lijst. Zover gaan we nog. Dus ik heb mijn eigen subreddit nu. Dus we gaan er ook even lekker kijken. Lekker kijken bij Mr. Subreddit. Yeah. Ik ben helemaal onderaan gescrolld aan de subreddit, dames en heren. En we zien gelijk de eerste staan. Die is mijn die is wel leuk. Mijn favoriete smaak. Lees asbest. Oh yeah. Hashtag asbest voor de win. Upvote voor jou. Ik heb nog steeds één karma. Geef me meer karma. En join de subreddit, linkje onder. Nick Memes. Gaat niet meer? No. Nick Memes. Ja. Je kan die vanaf nu copy-pasten en gebruiken als mijn eigen sticker. Stick in de Drake sticker gebruik nu voortaan. Mijn sticker. Oké. Okay. Ik heb echt geen flauw idee wat dit is. Deze krijgt een upvote van mij. Maar deze... Agenda wil ik met een Gunnar's group. Oké, okay, ik snap het niet. Klassieker. 9-11. Nijntje. 9-11. Bedoemt. Nick Game, Nick Memes. Want het lijkt heel erg op een maannaam. Moet ik nog even aan wennen trouwens. En dan goede memepjes. Ja, dat zijn er wel veel. Dat zijn. Hey, buurman, dat zijn veel kippetjes. Dat zijn veel kippetjes. Kijk, nou is een extra online, maar die is geen member. Dat is wel zuur. Word mijn member. Link in de beschrijving. Deze is zo waar. Deze is zo waar. Pakket. Het is breekbaar. PostNL makkers. Gwablam! Gooit het even aan de andere kant van die hele kamer heen. Ja, PostNL. So you do it. PostNL. Maar daarentegen, is ook wel een grappig beetje om te weten trouwens. Is op Schiphol doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Volgens mij in elke andere papier-mâché Schiphol vliegveld ding. Dus zeg maar, hoe heet dat? Je koffers worden verplaatst vanaf de terminal. Of tenminste waar je ze inlevert waar een kaartje wordt omgedaan. Telefoon. Haal je mond. Dan worden ze via een band worden ze op elkaar gelegd. Worden ze naar het vliegtuig gelegd. Nou, dat gaat allemaal soepel. Daar gooien ze volgens mij. Daar gooien ze ook. Tenminste, dat heb ik niet goed gezien. Maar ik weet wel hoe ze eruit komen. Maar volgens mij ook als ze het ingooien. Gooien ze gewoon op die band het rollende luik in. Tenminste, het rollende band in het vliegtuig in. Maar dan, als je eruit komt, is echt waar. Dan pak je je koffer gewoon van die lopende band. Want dan staat er één guy of twee guys of drie guys of hoeveel dan ook. Staan binnen in het vliegtuig in het laadruim om alles op een lopende band te keeperen. Wat het naar dat karretje brengt waardoor die de terminal, het vliegveld ingesleept wordt waar je ze uiteindelijk weer kan ophalen. Maar dan pakken ze letterlijk gewoon van die lopende band. Dan pakken ze dan gewoon op en dan jieten ze hem gewoon op die kar. Het is gewoon no respect voor deze. Het is erg ongezond. Als je daar een laptop in doet, dat ding leeft gewoon niet meer. Het is erg ongezond. En waarom ging mijn telefoon af? Wauw, ik kan het niet zien. Ik krijg alleen maar berichtjes van de Gramim neer submissies. Want die staat op nummer 2 en ik hou van nummer 2. Ik sta op nummer 1. Gramim neer staat op nummer 2. Juist, die is goed. White people. Black people. Nieuws. Shopping. Wat? Dat slaat letterlijk nergens op. Waarom? Is bij zwarte mensen en witte mensen het omgedraaid. Eliminatie confirmed. Eliminatie confirmed. Wow. Oh, hier is ook letterlijk erboven. Wow. Wat is dit voor indie? Copyright muziek! Gadver. You got rolled in 2019.
Oef. Wordt dan hopelijk niet gecopyright claimd, anders moet ik daar gewoon mijn eigen video overheen plakken. Dat is ook wel een beetje. Wauw. Maar je kan sowieso naar mijn subreddit gaan en weer voor jezelf kijken als ik daar uiteindelijk een eigen ding overheen gekopt heb. Ik heb geen hashtag RV. Dus ik heb geen lekker editor. Ik moet alles weer zelf. Op mijn pokkenhoofd moet ik weer zelf in het editprogramma duiken. RV is af en toe zo handig. Jongen, jongen, jongen. Wat hebben we hierboven? Nu met gratis bijvulling uit je dak. Nieuw router. Asbest. Wauw. Asbest op je brood. Hey, de router, je moet dat echt even uit gaan brengen. Martijn, breng het even uit. Want Jan achternaam is toevallig de router. Oké, genoeg jokes van mij. Join me subreddit. Deze meme klopt als een centimeter. Staat ook boven, klopt. Als je België met kool in de furnace gooit, krijg je Nederland. Wauw! Wauw, wauw, wauw! Krijgt een upvote van mij en een approve. Want die is betere lesstof geven, kinderen na laten komen. Docenten. Ja, dat is wel een ding hoor. Docenten laten altijd mensen nakomen. Maar als ze een kans hebben om de stof te verbeteren. Of zeg maar de, bijvoorbeeld, als je met laptops werkt naar een andere methode gaan. Omdat die methode zuigt. Maar laten ze nog liever 50 kinderen nakomen. Dat ze in gaan kijken voor dat te veranderen. Boom. Ik snap het ook niet. Ja, een upvotje van me. Oh, dus gelijk erboven. And World Hunger. And World Prosperity. And Jones Memes. Gelijk heb je. Smash erop. Smash op de blauwe knop van And Jones Memes. Approve. Oef, die zit erin. Die hoort erin. Dit willen ze allemaal. Nick Games. Nee. Ja, ja. 300 parodie. Zeer neidig. Maak nog een parodie. Deze is goud. Deze is serieus goud. Je krijgt een approvement. En een upvote voor me. Die heb je te pakken. Wat is dit? Het staan allemaal lekker boven elkaar. Dus dat wil altijd wel fijn met de credit. Nick Memes is de beste. En tell us a fact. Vind ik ook. Oef. Zo, is zo'n goede. Volgens mij is er ook een menselijke versie gemaakt. Woe. Iemand een nieuw video idee. Meme show. GTA races. Een parody. Gwablam, je bent ontploft door een creeper en je bent hartstikke dood. Kut villager. Nooit een parody aanraden bij mij. Fuck ja. Maar je krijgt wel een mooie approvende upvote van me. Want jij bent geweldig, villager. Jij bent geweldig dat je dat aankaart en doodgaat. Vooral dat onze stukje dat je opgeblazen wordt. Dat doet mij zo goed. Dat doet mij zo ontzettend goed. En die over Nick zijn parody praat. It. Gwablam, gwablam, gwablam. Trek hem de put in. Hijs hem eruit. Gwablam. Die is grappig. Approve. En een upvouwtje van me. Jij hebt het goed gedaan. Ja, ja, ja. Jolie. Nou, Billy Aiden. Ja, die zit lekker te typen. Ja. Nee, jij hebt 300 subs pakken die. Wat hebben we hier? Ha! Delete! Ja, daar kom je nooit meer bij. Ha! Ja, jouw zoekresultaat is verwijderd. Jij komt nooit bij mijn pakken die. Ha! Dikke vette pech. Snert. Componer. Needs you find the difference between this picture and this picture. School, gevangenis. They are the same picture. En je hebt them gelijk. Geef deze nog een upvote voor je. En approve je. Want ik hou altijd van approven. JV, jij bent ook een zeer goede knakker. Ja, en een approve je krijgt van mij ook. School en gevangenis zijn gewoon hetzelfde. Gewoon, zodra die deur open doet van school. Dat je de... Of je gaat automatisch over of je duwt hem open. En wat wij liggen. Ik weet niet hoe mijn verschooi zit. Maar goed. Je doet hem open. En je doet jezelf dicht. En je kan dan naar buiten. Je hebt nog alle vrijheid. Maar zodra die bel gaat, zit je in de gevangenis. Het is gewoon. Weg, gone loose. Gewoon. Weg. Het is gewoon verpulverd. Dan zijn we bij de laatste meme voor vandaag. En daarentegen ook de laatste meme op deze subreddit nog. Want er zitten nog weinig memes, weinig mensen.
Dus komt er overheen. Maar de laatste meme is... Is wel geinig. De koter. Nick. Nick, oh mijn god, ik ben bijna bij je. Ronald. Kom maar even hier, jij. Ja, echt waar. Ronald is een protector voor het leven. Is gewoon niemand raakt mij aan zonder hem te komen. Nee, geef klappen als je het moet, als je voor mij gaat. Dat is totaal niet zwaar. Maar goed. Klopt. Deze trouwens krijgt een upvote, approve, een give award. Geef hem geen give award. Ik dacht dat het gewoon een ander ding was. Zo goed ben ik in Reddit. Ey. Kijk, Nigames submissies voor de meme show van Nigames. Ja, dat is gewoon goed. Join deze subreddit in de beschrijving natuurlijk. Gewoon joinen. Maakt niet uit wat je moet doen. Al spend je je leven in de gevangenis, kan je alsnog even met internet op de subreddit scrollen. Lachen om de koter, de Nick, de Ronald en mij weer grapjes. Lachen om mijn parodie grapjes. Luister hem zelf. Kan ook. Ik doe het expres zo. Omdat ik hem dan zelf niet hoor. Dat is heel apart. Maar goed. Dus heb ik genoten van deze video. Volgende week komt er weer een nieuwe Nick Memes online. Volgende week weer een nieuwe Nick Memes. Blijf zeker. En GTA races komen terug. Maar ik heb nog genoten van de video. Als je like nog niet gedaan hebt. En tot de volgende keer. Dikke fudge. Shout out. Peace. Later.